Gewoon, je kwam zo de winkel binnen en er stonden grote letters op: het vishuis, telefoon 12600. En boven was het ook niet al te groot, een paar slaapkamertjes. In zo'n kamer boven de viswinkel spelen zich de illegale abortuspraktijken af in het boek van Van der Heijden. Tot ik begreep dat ze de naam van de viswinkel bedoelde, waarboven zich de praktijk van haar uitverkoren mevrouw bevond. Koelewijn, in het Eindhovense stadsdeel Stratum. En om welke familie Koelewijn het gaat, daarover laat AFTH geen misverstand bestaan. In later jaren nam oom Hashim er wel eens mee naartoe. Hij was bevriend met de zoon des huizes, die net een Nederlandse rock'n'roll hit had met Kom van dat dak af. Peter Koelewijn wil rectificatie via een inlegvel in de Helleveeg en advertenties in de krant. Bij de familie Koelewijn, waar ze nog altijd in vis handelen, is niet iedereen zo geraakt door het boek. Ja, om daar zo'n bult aan te vallen vind ik ook eens wies. Maar ome Peter stapt naar de rechter. Waarschuwen niet meer! Ja. Kan. Ik denk als hij niks had gezegd dat er misschien helemaal geen rugbereid aan gegeven was. Volgens advocaat Doeleman, die in vergelijkbare zaken opereerde, maakt Koelewijn voor de rechter niet veel kans. De rechter die zal vooropstellen dat de vrijheid van expressie van een schrijver in dit geval een wezenlijk kenmerk is van de democratische samenleving. Dus je moet al meteen van goede huizen komen, wil je daar doorheen kunnen breken. Maar nooit verhalen gehoord in de familie van dat er abortussen boven de viswinkel zijn gepleegd? Daar heb ik nooit van gehoord, nee. En dat kan ik mij ook niet voorstellen. Ik ken mijn oma nog van vroeger, ja, ze leeft niet meer, maar dat is zo'n lief mens, dat ken ik echt niet. Pannenkoeken, die kon ze heel goed bakken, dat weet ik nog wel. Volgende week dient het korte geding van ome Peter tegen AFTH. Leest u Van der Heijden vaak? Nooit. Nog nooit gelezen. Moet u toch eens gaan doen? Ja, daar ben ik ook van plan. De Helleveeg ben ik van plan te gaan lezen. En omdat meer mensen dat zullen gaan doen, is AFTH sowieso al winnaar. Want de verkoopcijfers zullen ongetwijfeld een boost krijgen.